Deze week is het weer tijd voor de brouwerijdagen. Verschillende kleine brouwerijen in het land openen hun deuren om mensen een kijkje te laten nemen in hun brouwerij. Op landgoed Beerzicht in Molenhoek, bij brouwerij De Graaf van Heumen, kan dat bijvoorbeeld. Eigenaresse Marieke Kruijsen vertelt waarom je juist daar langs moet gaan. We hebben een hele unieke eetvloer en eigenlijk hebben we daar nog nooit de deuren voor geopend. Dus nu willen we echt de deuren openen tussen 12 en 2 uur en mogen ze gewoon gratis komen kijken naar die geschiedenis. Ja, het is allemaal nog in stand. 200 jaar geschiedenis zie je gewoon in het pand. En de meeste panden waar dat ooit was, zijn gewoon niet meer heel. En hier is alles in stand gehouden. En kun je gewoon echt zien hoe het brouwproces was. En we vertellen natuurlijk ook de geschiedenis erbij. Maar je kunt echt gewoon zien hoe het toen gebeurde met mankracht en hard werken. Hier willen we juist de biergeschiedenis laten zien. We zijn natuurlijk altijd open op zondag en dan kun je het brouwproces nu volgen. Maar juist de geschiedenis willen we laten zien aanstaande zondag.